roepen een nieuw kabinet op eigenlijk om drie dingen te doen. Ten eerste een duidelijk doel te stellen in 2030. Want eigenlijk is er nu geen doel. 2050 nul verkeersslachtoffers, maar dat is nog heel ver weg in de tijd. Dus we zouden graag zien dat er een ambitie wordt geformuleerd dichter in de tijd. Tweede vraag is dat we graag zien dat daar dan ook concreet geïnvesteerd wordt in het behalen van dat doel. Dus er moet meer geld worden vrijgemaakt voor verkeersveiligheid. En een derde oproep die we doen is dat we vanuit ons manifest een aantal dingen de focus op willen leggen in de komende 4 jaar. Onder andere de veiligheid van ouderen in het verkeer, onder andere het verbeteren van wegen en fietspaden, de veiligheid daarvan in steden. En onder andere ook bijvoorbeeld het veiliger maken van voertuigen door daar de rijhulpsystemen daarin verder uit te rollen. En dat is natuurlijk ook een issue gelet op het verouderende wagenpark in Nederland. Ja. Dus 3 samenhangende oproepen. Ja, en waarom is dat nu zo noodzakelijk? Waarom nu deze oproep? Nou ja, ten eerste natuurlijk omdat er een nieuw kabinet aanstaande is, dat hopen we tenminste. En ten tweede zien we gewoon dat het de afgelopen jaren slecht gaat met de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers. Dus het aantal verkeersdoden steeg eigenlijk. We hebben vorig jaar gezien dat het een beetje een raar jaar is geweest met corona. Dus er is weliswaar een minder aantal verkeersdoden gevallen. Maar we weten natuurlijk niet of dat ook een trend is die door gaat zetten. Daarnaast zien we ook dat er jaarlijks ruim 21.000 ernstige wonden vallen. Dat zijn natuurlijk enorme aantallen. En het kost Nederland met elkaar, kost het ons 17 miljard euro aan maatschappelijke kosten per jaar. Dus dat alles bij elkaar opgeteld, vonden we het noodzakelijk om aan de start van een nieuwe regeerperiode opnieuw aan de bel te trekken. Ja, dat je zegt al opnieuw, want er was natuurlijk een vergelijkbaar pleidooi in 2017, geloof ik. Wat is hier nu anders aan? Waarom gaat dit nu er wel voor zorgen dat dus het tij gekeerd wordt? Nou, ik denk sowieso dat het verbeteren van de verkeersveiligheid iets is van een lange adem. Dus wat we hebben gezien vorige keer, toen is het pleidooi van de verkeersveiligheidscoalitie eigenlijk overgenomen in het toenmalige regeerakkoord. Nou, dat was natuurlijk geweldig, want dat betekende dat het hoog op de politieke agenda kwam. En dat was eigenlijk nog niet eerder zo duidelijk vertoond. Wat er ook is gerealiseerd, dat is ook niet onbelangrijk, om het maar even als understatement te zeggen, is dat er 500 miljoen vanuit het Rijk in totaal is vrijgemaakt voor het veiliger maken van infrastructuur. En daar zouden dan decentrale overheden ook 500 miljoen bij moeten leggen, zodat je dan 1 miljard in totaal tot 2030 voor infrastructuur had gereserveerd. Nou, dat is een mooi eerste begin. Dat is alleen niet genoeg, want je hebt waarschijnlijk ook al gezien dat er natuurlijk eigenlijk gewoon veel meer nodig is. We zeggen zeker 12 miljard tot 2050. Dus we moeten eigenlijk ieder kabinet opnieuw de nadruk leggen op het belang om extra te investeren in verkeersveiligheid. Ja, dus het is echt een kwestie van herhaling steeds, om het opnieuw onder de aandacht te brengen. Ja, herhaling en het is dus ook stappen zetten op weg naar iets. Hè. We hebben in de afgelopen regeerperiode gezien dat het dus een kwestie was van nou, het moest hoog op de politieke agenda. Vervolgens moest er natuurlijk ook gekeken worden van nou, welke plannen kunnen er dan gemaakt worden. Hè. Er is veel tijd en energie gestoken bijvoorbeeld in het maken van analyses door decentrale overheden waar nou precies de problemen zitten. Nou, dat heeft best wel even tijd gekost om op stoom te komen. Dat proces loopt nu, dat is goed nieuws. Maar er moet wel worden doorgepakt, want het is nog niet allemaal in beeld. En betekent ook dat je straks, als die analyses klaar zijn, dat er dan ook gericht kan worden geïnvesteerd om die problemen aan te pakken. Dus dat moet op de agenda blijven en er moet op worden doorgepakt. Ja, die 12 miljard waar je het over hebt, hoe zou die concreet kunnen worden ingezet de komende 4 jaar? Nou, ik denk dat het is natuurlijk sowieso een heel erg groot bedrag. Dus dat moet je eigenlijk uitsmeren, hè, over een aantal jaar tot 2050. Een belangrijke investering, en een investering waarvan we ook weten dat die heel erg veel rendement oplevert, is investeren in veilige infrastructuur. Dus het veiliger maken van wegen en fietspaden. We weten eigenlijk dat elke euro die je daarin investeert, zich 3 tot 4 keer terugbetaalt in minder maatschappelijke lasten, dus hè, betere maatschappelijke baten eigenlijk zo gezegd. Dus een flink deel zouden we graag zien dat dat wordt geïnvesteerd in veiliger maken van infrastructuur. En dan denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van zwaar en snel verkeer van langzaam en kwetsbaar verkeer in de steden.
fysiek scheiden daarvan bijvoorbeeld. Nou, dat zijn natuurlijk forse investeringen. Mm-hmm. Je ziet ook dat vaak langer de tijd kost om dat te realiseren. Maar dat zijn juist ook die dingen waar echt op moet worden geïnvesteerd. Nou, daarnaast moet er ook echt, wat ons betreft, veel geld naar het verbeteren van de handhaving. De verkeershandhaving heeft de afgelopen 10, 15 jaar behoorlijk ingeboet op belangrijkheid. Dus we zien dat die capaciteit enorm is teruggelopen. Je ziet wel dat het een beetje weer vermeerdert, maar het is nog steeds veel te weinig. Zeker als je kijkt naar uitdagingen zoals we nu zien als afleiding in het verkeer. Het gebruiken van, van je smartphone achter het stuur. Appen eventjes, ja, dat kan gewoon niet. Super gevaarlijk. En daar moet echt heel concreet op worden gehandhaafd. Maar het kost wel capaciteit en dus geld. Ja, je had het net even over het scheiden van die stromen en investeren in infrastructuur. Het is heel veel op gemeentelijke wegen voornamelijk. Waarom de oproep naar de landelijke overheid die hier dus eigenlijk niet helemaal over gaat? Nou ja, twee dingen. Ten eerste is het natuurlijk heel erg belangrijk dat ook op landelijk niveau er oog blijft voor waar de problemen zich precies afspelen. We zien natuurlijk dat er in de gemeentes met name op dit moment slachtoffers vallen. Zeker nu de corona er doorheen is gekomen, zien we dat er ontzettend veel mensen zijn gaan fietsen. Nou, dat gebeurt natuurlijk met name in steden. En je ziet tegelijkertijd dat die decentrale overheden, die steden het op dit moment niet alleen af kunnen. Het kost natuurlijk, hè, zoals ik net ook al schetste, best veel geld om dat soort ingrepen te plegen. Het kost ook tijd. Dus er is simpelweg hulp nodig van nationale overheden om die steden ook verder te helpen om dat probleem op te lossen. En gelet op de enorme bedragen die het ons als maatschappij kost, hè, die 17 miljard per jaar, kan ik niet vaak genoeg zeggen, is dat natuurlijk ook gewoon een nationaal belang. Daar moet ook de nationale overheid zich mee bezighouden. Ja, nu heb ik natuurlijk het document van jullie even gelezen. Ik heb daarin meerdere ambities gezien. Bijvoorbeeld in 2030 willen we dat er geen gemotoriseerd en fietsers niet meer bij elkaar komen. Dat was bijvoorbeeld een voorstel. Dat is 2030. Denk je dat dat concreet genoeg is voor de komende 4 jaar? Nou, dat is, ik denk het wel. Kijk, wat ik net ook al schetste, hè, het zijn ingrepen die soms echt langere tijd duren voordat je die hebt gerealiseerd. Dus zeker als het gaat over het investeren in infrastructuur, het aanleggen en het onderhouden van wegen en fietspaden. Dat zijn dingen, daar gaat het soms even overheen voordat je dat in plannen hebt gegoten en ook daadwerkelijk de schop in de grond gaat. Dus we zouden al heel erg goed vinden als het huidige kabinet daar echt de noodzakelijke stappen toeneemt. Hè, en ook de decentrale overheden daarbij stimuleert. Ja. Dat denken we sowieso. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor handhavingscapaciteit. En hetzelfde geldt ook voor een aantal andere maatregelen. Dus er moet nu een start worden gemaakt en door worden gepakt ook op die maatregelen. En wat ook heel belangrijk is, is dat je dat punt voor jezelf als overheid ook op de horizon zet. Van hier gaan we naartoe werken. En daar moet deze overheid aan werken. Maar een volgende kabinet moet daar ook weer aan gaan werken. En dat moeten meetbare stappen zijn. Zodat je ook kunt zien, we maken vorderingen. En we zien het hopelijk straks ook daadwerkelijk in de reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Ja, ze moeten echt nu al een stappen zetten om uiteindelijk in 2030, 2040, 2050 te komen tot die concrete doelen. Exact, ja. En dat moet echt planmatig worden aangepakt. En daar horen gewoon concrete doelen bij. Ja. En hoe willen jullie dan als verkeersveiligheidscoalitie, hoe denken jullie dat jullie een landelijke overheid kunnen helpen om die doelen te bereiken? Nou, we bieden onze hulp natuurlijk ontzettend graag aan. Er zit sowieso bij de verkeersveiligheidscoalitie heel veel kennis over verkeersveiligheid, die we natuurlijk heel graag ter beschikking stellen. Maar om even een concreet voorbeeld te noemen, een van de oplossingsrichtingen in het verkeersveiligheidsmanifest is dat we graag zouden zien dat er meer automobilisten ook gebruik gaan maken van rijhulpsystemen in auto's. Die zogenaamde ADAS-systemen. Daarvan zien we nu dat echt heel moeizaam gaat. Mensen kennen die systemen vaak niet. En als ze ze al kennen, dan vinden ze het ook niet altijd lekker in het gebruik. Wij krijgen zelfs bij de ANWB wel eens telefoontjes van mensen die zeggen, help, hoe zet ik zo'n ding uit? Kortom, er is nog een hele wereld te winnen. We weten wel dat die systemen voor een aantal systemen worden verplicht gesteld in nieuwe auto's vanaf 2022.
Maar we hebben in Nederland ongeveer het oudste wagenpark in Europa. Dus dat betekent dat je ook voor de rest heel veel moet doen. Nou, daar kunnen wij als partners in de Verkeersveiligheidscoalitie ook bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in spelen. We kunnen onze achterbannen betrekken, we kunnen meedenken over hoe kun je nou die systemen zo goed mogelijk bekendmaken, hoe kun je de bewustwording vergroten, hoe kun je helpen om mensen te overtuigen dat dat een belangrijke is om aan te schaffen. Dus dat zijn dingen die je heel goed ook bij partners in de coalitie kunt beleggen. Dus het is niet zo dat we met dit manifest alleen maar alle ballen op de overheid gooien, want terecht dat natuurlijk wij zelf met elkaar ook een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Een ander punt is afleiding in het verkeer. De monocampagne die tot stand is gekomen, daar heeft de Verkeersveiligheidscoalitie ook heel actief in meegedacht. En die propageren wij ook naar onze achterbannen. Maar er zijn bepaalde dingen die eigenlijk alleen een overheid kan realiseren. En ja, dat is toch wegen aanleggen, wetten maken, handhaven. Dat zijn natuurlijk de dingen die echt bij een overheid in principe thuis horen.